Welkom bij CameraShop24. Mijn naam is Barry en vandaag ga ik u uitleggen over de S-Vis netwerk wifi camera. Bij de S-Vis camera is het mogelijk om deze zowel via wifi als met een netwerkkabel aan te sluiten. Is de wifi niet sterk genoeg, dan kan de camera dus altijd bekabeld aan de router worden aangesloten. Wilt u een camera om uw auto, tuin of voordeur te bewaken, dan is deze S-Vis camera een perfecte camera. De camera is eenvoudig tegen de muur of plafond te schroeven. U kunt de camera naar iedere gewenste richting draaien. De beelden van de camera kunt u bekijken op uw telefoon, tablet of pc. Het is zelfs mogelijk om te communiceren met degene die in het beeld van de camera staat. Hoe handig is dit als u tegen de postbezorger kunt zeggen waar uw pakketje neergelegd kan worden? En mocht u een ongewenst persoon signaleren, dan kunt u roepen dat hij moet weggaan of een sirene laten afgaan. Ik weet zeker dat de insluiper dit niet verwacht en snel zorgt dat hij weggaat. Voor opnames gebruikt u een SD-kaart. In de camera kan een SD-kaart tot rond 28 gigabyte. U moet dan denken aan een opnametijd van ongeveer half uur per gigabyte. Daarna wordt de SD-kaart overschreven. Maar als u de camera zo instelt dat deze alleen opneemt bij beweging, dan heeft u een langere opnametijd. De camera heeft stroom nodig. Nu wordt de camera geleverd inclusief de 12 volt adapter. Maar mocht uw stopcontact verder weg zitten, dan verkoopt CameraShop24 een extra 12 volt verlengkabel. Een ander hulpmiddel is een connectiedoos die u onder de cameravoet kunt plaatsen. Hier kunt u netjes de aansluitingen waterdicht in opbergen. Deze artikelen vindt u bij de camera in onze webwinkel. Ik zal u nu in een paar stappen uitleggen hoe u de app installeert. U downloadt eerst de S-Vis app, deze vindt u in de Play Store of App Store. Wanneer u deze heeft gedownload, opent u de app en maakt u een account aan. Wanneer u dit gedaan heeft, klikt u op het plusteken in uw beeld. Ik heb al een account aangemaakt en klik nu op het plusteken. Nu komt er een QR-code in beeld. Deze moet u scannen op uw camera. U ziet de QR-code aan de zijkant van uw camera. Een QR-code ziet er zo uit. Als u deze gescand heeft, komt automatisch uw camera in beeld. Nu kunt u de camera bekijken en heeft u de mogelijkheid om een alarm in te schakelen. Dit doet u door naar instellingen te gaan en dan op alarminstellingen te klikken. Hier ziet u verschillende opties. Ook kunt u een geluid of spraakbediening laten afspelen op uw camera. Hiervoor moet u de knop spraakbediening op het beeld ingedrukt houden. Ik ga u nu laten zien hoe het alarm in zijn werking gaat. Rechts onderin ziet u een belletje. Als u daarop klikt, gaat het alarm in werking. Dit product vindt u onder beveiligingscamera's in de rubriek wifi. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen of mailen naar onze klantenservice.